laatste keer dat ik in een V6 reed. Toen was het eigenlijk een beetje een tam autootje. Dit is de Jaguar F-Type, zoals je al gezien hebt. En ja, om deze nou tam te noemen, dacht ik niet. De V6 die hierin ligt, 3 liter V6, maakt 340 pk dankzij de supercharger die erbij zit. En ja, dat merk je aan alle kanten en vooral aan de keiharde grom die hij achterlaat als hij voorbij komt. Nou weten we dat Jaguar er heel veel werk van heeft gemaakt om hier een goed geluid uit te krijgen. Maar ze kunnen het nog erger maken, want ze hebben een knopje hier ook. Maar als je die indrukt, dan... En de remmen doen het ook. Zo. Nou, dit is dan het instapmodel. In hoeverre je het een instapmodel kan noemen. Ja, een V6 3 liter, 340 pk. Noem het maar een instapmodel. Maar goed, die 340 pk onder je rechtervoet, die geeft je echt nou ja, meer dan genoeg vermogen ten alle tijden. En die grom die achterin eruit komt, ja, ook prima. Dus waarom ja, een duurdere auto kopen, 5000 euro er tegenaan gooien om een V8 erin te hebben? Ja, in mijn opinie zou het niet nodig hoeven te zijn. Maar ja, mocht je een V8 geluid willen en 480 pk willen, be my guest om er nog een keer 50.000 euro tegenaan te gooien, maar het zou niet hoeven. Als je even rijdt in deze auto, dan weet je precies waar Jaguar die Good to be Bad campagne vandaan heeft gehaald. Deze auto die lokt het gewoon een beetje uit, dat je wat sportiever, wat ja, actiever, laat ik het zo zeggen, gaat autorijden. Want ja, je wil dat vieze geluid gewoon horen, je wil dit horen. Je wil horen als je gas geeft, je wil die V6 horen grommen, je wil die uitlaatgeluiden horen. En dat heb je niet als je rustig rijdt. Nou ben ik natuurlijk een beetje lang, 1,98 meter. En nou weet ik ook dat auto's niet op die lengte gemaakt worden. Je verwacht toch wel dat ja, op de dag van vandaag dat er toch wel een klein beetje rekening mee gehouden wordt. En in de F-Type is dat niet helemaal het geval, want ik zit, ja, we hebben nu het panoramadak open, maar anders zit ik met mijn hoofd tegen het dak. Ik kan niet lager in de stoel en ik kan niet verder naar voren, want dan zit ik met mijn knieën tegen het dashboard aan. Als ik naar achter ga, dan gaat het stuur weer te ver weg, dus ik kan niet helemaal een lekkere zitpositie vinden om lekker auto te rijden. En daarmee bedoel ik sportief rijden. Als ik gewoon rustig ga rijden op de snelweg en ik ga lekker cruisen, dan is er helemaal niks aan de hand, dan zit ik prima. Ja, wil je wat actiever gaan doen, of wil ik wat actiever gaan doen, ja, dan zit mijn hoofd in de weg en zitten mijn knieën tegen het dashboard. En dat is gewoon niet zo fijn. Nou, er is nog één puntje wat ik wil aanhalen en dat is het onderstel. Op zich heel goed als je op hogere snelheden en op de snelweg rijdt of op lange asfaltwegen. Maar ga je in een dorpje in met wat hobbelige wegjes waar je 30 mag, dan word je er niet vrolijk van. Dan hobbel je en schud je door elkaar door de gewoon ja, harde afstelling van deze auto. Al met al kost deze auto ruim 85.000 euro. En in die prijsklasse heb je gewoon heel veel keuze aan auto's. Ook allemaal auto's met een V6 en flink wat pk's. Maar zou ik al die andere auto's kopen? Nee. Zou ik deze kopen? Ja. Waarom? Heb je de auto gezien? Nou, je hebt er zelf niet in gereden waarschijnlijk, maar hij rijdt geweldig. En dan het allerlaatste puntje wat gewoon... ja. Het puntje van deze auto is, en dat is gewoon het geluid. Al met al kost deze auto toch nog 85.000 euro en in die prijsklasse heb je echt heel veel keuze in auto's. Ook allemaal auto's met een V6 voorin.
Maar zou ik al die andere auto's kopen? Nee. Zou ik deze kopen? Ja. Waarom? Gewoon omdat het goed voelt om een beetje slecht te zijn.